De sfeer zit erin en de eerste koers is in aantocht, de Ster van Zwolle. Dus informeer ik nog maar eens naar de topfavoriet. Ik denk dat Elmar Reinders wel heel ver gaat komen. Ik denk Elmar Reinders. Elmar Reinders, ik wil daar graag winnen, ja. Ze moeten veel meer mensen moeten er meer rijden van voren. Dus die van Meertek doen echt geen flikker, hoor. En tweemaal van dingen, hè? Nee, maar snap je wat ik bedoel? De mannen van Joop Piels rijden naar het gat dus dicht. Maar René Hooghiemster wil door en valt weer aan. Maar met wind op de kop is het Elmar Reinders die aan het langste eind trekt. En de 55ste Ster van Zwolle weet te winnen. Voor de Belg Dimitri Klaes en de Noor Havard Blikra. Je weet wat gaat gebeuren straks, hè? En neem die bakker ook vooral mee, hè? Rabobank voor drinken, verandert Willems voor kleding. Verandert Willems. Er is hier maar één eraf, dat is te braken, hè? Dus te braken komt zelf niet eens op kop, dus hou je in, hè? Ja. En zo'n lammet ik nooit alleen weg laten rijden. Hé, je moet godverdomme gereserveerd rijden. Niet te braken is rapsen van iedereen. Ja, maar hier komen het jelletje. Ja, hier. Ongelooflijk! Jij! Jij gewonnen! Oh, Elmar. Tijmen IJsing, misschien wel de snelste man voorin, baalt. Hij wordt tweede voor de ijzersterke Elmar Reinders. Het regent, maar Jef Vermeulen lacht. Hij woont in de regio, is topfavoriet en vandaag heeft hij er dus zin in. Om 12 uur precies ging het pak van start voor een koers over bijna 200 kilometer met kasseien. Vrijwel meteen ontstond er een kopgroep. En het is Jef Vermeulen die de favoriete rol waarmaakt. Hij wint de Zuidoost-Drenthe Classic PWZ Zuiderveld Tour. Jef, dit moet heel veel voor jou betekenen, hè? Ja, dit is heerlijk in je eigen omgeving. Met de mensen die altijd achter je hebben gestaan winnen. Ja, dat is super. Dat is het mooiste wat er is. Ronde van Overijssel, we zijn vertrokken. Om 12 uur vertrokken de renners vanuit Rijssen voor een koers over 200 kilometer met een internationaal peloton. Jef Vermeulen, de sprint voor Marco Zanotti en Koen Vermeldvoort. Jef Vermeulen, die geïnterviewd werd door zijn eigen ploegmaatje. Heb jij de overwinning gepakt in Overijssel mooiste? Hoe ging de koers? Ja, dat ging hartstikke mooi. De ploeg heeft de hele dag goed gereden. Zelfs na de finish zijn ze zeer attent van voren. Oh. Maar nee, dat ging hartstikke goed. De ploeg heeft heel erg hard gereden voor een massasprint te krijgen. En die kregen we gelukkig. En dan kan ik het afmaken voor de ploeg. Na 1 kilometer neutralisatie is de koers los. Mooi in beeld gebracht hoe de twee groepen voorin elkaar in zicht hebben. De benen doen pijn, maar de sterkste renners rijden nou eenmaal voorin. En dus gaat één van deze zes renners er met de winst vandoor vandaag. Wie moet er aanvallen? Wie moet er counteren? Dan is het Jasper Okkeloen die de finale opent. Maar Stefan Poutsma rijdt het gat dicht met Twan Kasteleins in zijn wiel. En even later sluit iedereen weer aan.
Maar Twan Kasteleins heeft een tweede adem. Hij gaat er meteen vandoor en probeert het alleen. Hij heeft een klein gaatje, maar dat gaatje wordt langzaam groter. De winst en de leiderstrui in de topcompetitie. De laatste meters hier en dan is de zege een feit. Ivan Poutsma, Sjoerd Kouwenhoven, Joey van Rhee en Sam Omen. Met stip de strijdlustigste renner vandaag. Maar onder aanvoering van Jasper Okkeloen komt een vrij omvangrijke groep terug voorin. De twee renners van Cycling Team Jopiels werken goed samen en blijven uit de greep van de achtervolgers. En dus wordt het een luxe sprint waarbij Jochem Hoekstra over de sterkste benen blijkt te beschikken. Twaalfde en laatste koers in de topcompetitie, de Eurode Omloop in Kerkrade. Maar de witte trui van Twan Brusselman nog bevochten zal worden, want er zijn maar liefst 5 renners die nog kans maken op de eindwinst in het jongerenklassement. Intussen met nog minder dan 2 rondes te gaan, hebben zich Marijn Korevaar en Joris Nieuwenhuis bij de 8 vooraan gemeld. En daarmee is Rabobank Development nu in overtal met 3 man in de kopgroep. Jochem Hoekstra heeft zitten slapen en denkt dat hij wint, maar wordt dus tweede voor zijn ploeggenootje Joey van Rhee, die nog sterk kwam opzetten op het einde. De topcompetitie eindwin stond alvast voor Twan Kasteleins, volgend jaar dus prof voor 2 jaar bij Lotto NL Jumbo en niet bij Team Rompot Oranje Peloton. De man uit Hapert pakt de eindwinst voor de afwezige Elmar Reinders, waargenomen door ploegleider Han Vanolt en Joey van Rhee, die vandaag zijn ploegmaat Jeff Vermeulen voorbij ging voor de 3e plek. Twan Brusselman won een trui en wel de witte jongere trui. Tot slot het ploegenklassement waarin Cycling Team Jopiels het hele jaar al domineerde. Zij waren de meest constante ploeg en dus geheel verdiend de eindwinnaar van het topcompetitie ploegenklassement onder aanvoering van ploegleider Han Vanolt.